Jari Schuurman, vrijdag Roda JC, een thuiswedstrijd weer. Volgens mij kunnen jullie daar het best op reageren na zo'n nederlaag bij Telstar. Ja, absoluut. Ik denk sinds ik er ben van ons team een van de minste wedstrijden die ik heb meegemaakt. En tijd om te revancheren vrijdag tegen Roda. Ja, wat is Roda voor ploeg? Is het nou een van de topploegen? We hebben zoveel topploegen in die keukenkampioen-divisie. Roda natuurlijk gedegradeerd. Waar schouw jij ze in? Ja, wel bij een van de topploegen. Ik denk dat ze ook met Mario Engels de topscorer in huis hebben. Een van de topscorers volgens mij. En zeker een ploeg die je niet moet onderschatten. En wat een lastig verhaal gaat worden. Maar ik denk dat wij tegen iedereen de 3 punten kunnen pakken. Ja, want kun je uitleggen hoe het voor jou is? Kijk, je was natuurlijk het eerste seizoen zat hier niet bij. Maar ja, wat je zegt, er zijn een paar nieuwe jongens gekomen. Er is een nieuwe trainer. Een soort fris nieuw elan hè, bij FC Dordrecht. Voelt het ook zo? Voetballen jullie ook lekker fris? Ja, ik denk het wel. Ik denk op vrijdag na veel aardige potjes hebben gespeeld. Vrijdag was ondermaats, maar dat zat er helaas ook tussen. Maar ik denk wel dat het een frisse groep is, een hele leuke groep die voor elkaar door het vuur wil gaan. En sinds ik er ben heb ik wel het gevoel dat iedereen gewoon de zin in heeft. Ik weet niet hoe het daarvoor was, daar kan ik niet over oordelen, maar tot nu toe vind ik het hartstikke leuk. Wat is het niveau? Want je hebt natuurlijk een ander niveau gewend. Hè? Bij Feyenoord dan, ja, dat train je natuurlijk op een hoog niveau. Bij Jong Feyenoord misschien wat minder. Maar wat vind jij van het niveau? Heb jij zoiets op een training soms van, ja, wat ben ik aan het doen? Ik ben eigenlijk de beste hier. Of valt het wel mee? Nee, er zijn zat spelers met genoeg potentie en genoeg kwaliteit. Hoor. Dus zo'n type die zo denkt ben ik al helemaal niet. Maar het niveau, ja, ik heb natuurlijk Eredivisie meegemaakt. Super League meegemaakt. En hier ook keukenkampioen divisie. Maar valt zeker niet tegen. Ik denk dat er genoeg spelers zijn met veel kwaliteiten die uiteindelijk misschien nog veel stappen kunnen gaan maken. Maar dat begint hier. Ja, een jonge ploeg, hè? Altijd Dordrecht, altijd jonge talenten. Is dat ook een van de redenen dat jij ook dacht van ja, ik ga hier gewoon langdurig blijven. Ik moet gewoon voetballen. Want zoals ik op de training ook net zag, ja, iedere bal wil jij hebben. Ja, tuurlijk. Dat moet ik ook uitstralen. En ik moet ook iedere bal willen hebben, ook tijdens wedstrijden. Dat kan nog veel meer. En daar doe ik in ieder geval alles aan om dat beter te laten maken. Beter laten worden. En er zijn genoeg jonge spelers met kwaliteiten. En ik dacht inderdaad, als ik hierheen ga, dan krijg ik sowieso kansen. Dat is ook gebleken. En volgens mij gaat het aardig. Wat vind jij dat je nog beter kan doen? Behalve dan meer de bal wat je net zei? Bijna alles, sorry. Ik verslikte hem even. Bijna alles. Ik moet meer scoren. Ik moet nog belangrijker zijn voor het team. Maar ik krijg daar de tijd voor. En ik ben er wel mee bezig, ook met beelden en zo, wat beter kan. En daar zijn we nu op weg naartoe. Ik sprak net Claudio Braga, we zijn inderdaad met de videoanalyse, we maken echt stappen. Hè. Hoe is dat bij Dordrecht? Hoe vind je dat, de professionaliteit om het zo maar te zeggen? Ja, we maken inderdaad stappen. Er zijn nog dingen die beter kunnen, dat weten we allemaal. En dat is ook logisch, maar iedereen is daar heel erg mee bezig. En tot nu toe valt me zeker niet tegen. Het valt mezelf zelfs heel erg mee en het bevalt me wel. Wat is jouw doel voor dit seizoen nog? Het is bouwen hè, bij FC Dordrecht. Het is, ja, de wens is een periode, maar of dat reëel is weten we niet. Maar wat is jouw persoonlijke doel hier? De rest van het seizoen? Zo belangrijk mogelijk worden voor het team. Dus met goals en assist. En tenminste, dat heb ik zelf altijd het idee. Omdat dat wel een van mijn kenmerken is natuurlijk. Maar mijn persoonlijke doel is gewoon om met het team goed te draaien. En misschien inderdaad wel mee te doen om die laatste periode. En hopelijk hem te pakken. Je wil natuurlijk altijd maximaal haalbaar halen. Ja, maar volgens mij, kijk of de Rio's weten we niet. Maar we hebben natuurlijk jullie gezien. Jullie kunt iedere ploeg volgens mij wel lastig maken als jullie maar gewoon lekker gaan voetballen. Ja, dat denk ik ook. Ik ken ook veel spelers van andere teams, die geven ons ook altijd complimenten na afloop. Dus dat zegt wel genoeg. Ik denk dat dat je ons ook zeker niet moet onderschatten. En dat wij misschien wel hopelijk wat mogelijkheden kunnen pakken in de laatste periode. Zo'n Telstar is dat er misschien ook wel even weer, jongens. We moeten weer scherp zijn. Zo goed zijn we niet, weet je wel. We kunnen ook gewoon iedere wedstrijd verliezen. Ja, we weten in ieder geval dat we altijd 100% moeten gaan. En als dat 1 of 2% minder is, dan zie je gelijk, dan is het gewoon te weinig. En dan heeft Telstar terecht gewonnen afgelopen vrijdag, denk ik. Alhoewel we wel de eerste helft een aantal goede kansen kregen op 1-0. Maar dat was wel even pas op de plaats. Dus we weten gelijk weer waar we staan en wat we daar moeten doen om te winnen. Tot slot, jij bent voor onze microfoon altijd goud eerlijk. Wat dacht jij toen je las dat Jong Feyenoord ermee ophield? Dat is een goede vraag, ja. Wat dacht ik? Dan moet ik even terugdenken hoor. Ik hou me er eerlijk gezegd niet heel veel mee bezig. Ik ben lekker bij Dordt. En wat ik dacht... Nee, natuurlijk kritiek dat je maar met 5-6 mensen op de training stond. En nu kwam eigenlijk het nieuws van ja, we staan maar met 5-6 mensen op de training. Ze worden ondergebracht bij de jeugd. En de rest, de jongens die door kunnen schuiven door naar 1. We trainen niet meer met Jong Feyenoord. Ja, ik las het ook. Ik was wel enigszins verbaasd, eerlijk gezegd hoor. Maar ik hoop gewoon voor de jongens dat ze
op een goede plek terechtkomen. En dat Feyenoord uiteindelijk het ook gewoon heel goed gaat doen. En het goed blijft doen. En dat er volgend jaar gewoon weer een nieuw jong Feyenoord komt. Met genoeg spelers voor iedereen en een goede trainer. Ja, want jij bent blij dat je hier bent. Want anders had je waarschijnlijk met de A1 of zo mee moeten trainen. Met de A2. Ik zou niet weten wat ze met jou hadden. Want voor mij ben je daar te oud voor, toch? Geen idee. Ik ben gelukkig hier en ik ben blij hier. En ik hoop ook dat het goed gaat met Feyenoord. En dat die gasten daar het ook naar hun zin hebben. Net als ik hier. Eerst maar eens Rode JC, hè? Absoluut. Ik heb er zin in.